Breda Nu. Je weet het meteen. Breda kent een aantal hele leuke evenementen al jarenlang. En het lijkt wel of er ieder jaar weer meer evenementen bijkomen. Maarten Mendelaar is een van mijn gasten vandaag en hij is van BEO. Hallo? Ja. Kun jij vertellen waar BEO voor staat? Stichting BEO is ooit in het leven geroepen in samenwerking met de gemeente en de Alliantie Evenementen Breda. En het staat voor Bredaanse evenementenondersteuning. En dat is inmiddels doorgegroeid in de breedste zin des woords. Dus we hebben een aantal zaken opgetuigd. Verkeersregelaarspool. We zijn mede karttrekker voor het vlaggenplan. We hebben een hoop evenementen één op één geholpen. Met een hoop zaken waar zij weer mee zitten. Waar moet je dan aan denken? Nou, dat kan zijn in problemen die ontstaan met sponsoring. Hoe verkrijgen we die? Hoe kunnen we dat krijgen? Enzovoort. Duurzaamheid is een actueel onderwerp geweest. En we geven daar dus ook workshops voor. Dat we die kennis kunnen delen. En delen dat ook via de website. Dus het is ondersteunen en faciliteren in de breedste zin. Oké. En jij bent volgens mij best wel trots op de evenementen die Breda heden ten dagen kent. Of niet? Absoluut, absoluut. En dat gaat van klein naar groot. We zijn ook in contact met de Vierdaagse die normaal altijd geassocieerd worden met de scholen. Maar wat inmiddels wijkevenementen zijn, daar hebben we ook contacten mee. En dat loopt tot de grootste evenementen. Okay. Dus dat is absoluut trots. Nou, absoluut heel goed. Vandaag hebben we een aantal organisatoren hier in de studio. Eigenlijk ook in samenwerking met jou is dit gelukt. Klopt. De eerste twee gasten hebben we hier aan tafel. Ik zou zeggen, stelt u zich even voor. Ik ben Rowena de Jonge van Stichting Belkrum Sport. En ik zit hier omdat ik de communicatie doe. Ben ik. Oké. Okay. En Bas Witloks van een ook heel bekend evenement. Ja, inderdaad. Mijn naam is Bas Witloks. Ik ben van Stichting Divers. Dat is de organisatie achter Palmparkies. In Breda ook bekend als de Valkenberg Concert. Ja. Ja. Nou, we gaan eerst even naar Belkrum Sport. Want eerlijk gezegd kende ik het niet. Kun je er iets over vertellen? Jazeker. Het is ook een hele jonge stichting. Met een kleine stichting met grootse plannen. De plannen zijn gerelateerd aan de opening van het nieuwe station in Breda. Uh-huh. Dat zal geopend worden op 8 september. Het evenement Belkrum Sport zal plaatsvinden in het daaropvolgende weekend. 10 en 11 september geloof ja, ik, zag ik. Ja, 11 september. En het evenement is gericht rondom het spoor en vervoer. En een van de hoogtepunten waar we mee bezig zijn is het tijdelijk terughalen van de ooievaar. Je ziet hem hier in het klein staan. Sorry. Het is een stoomtram die gemaakt is in 1904 in Breda bij de Bakker en Rupfabriek. Toen hij nog in de stad stond bij de Marknijlseweg. En deze heeft zelf niet in Breda gereden. Maar vooral tussen Den Haag en Delft. Vandaar dat hij ook zo klein is. In het echt is hij ook eigenlijk maar heel klein. Hij past op het stamlijntje bij het station, in de Speelhuislaan. Stamlijntje? Ja, het is daar ga ik weer. Het is een stukje spoor wat nog bereikbaar is gebleven in de Belkrum. En daar gaat hij, of zij, ik weet niet hoe die dan genoemd wordt, de ooievaar. Ja. Stapvoets heen en weer pendelen en met een rijtuigje erachter. Maar het is dan, het is te klein om alle bezoekers erin te laten meerijden. Maar het is vooral ook om een stukje nostalgie weer in hier te herstellen. Ja. Nou is het zo dat het station natuurlijk maar één keer geopend wordt. Gebeurt er daarna nog iets met Belkrum Sport? Bijvoorbeeld een jaarlijks terugkomend iets? Of? Dat zou heel goed kunnen. Wat we nu, ik vertel nu alleen even over de ooievaar. Wat er natuurlijk nu vanwege de festiviteit ook nog allemaal gaat komen. Is foto- en film exposities. Er komt ook straattheater en muziek. Er wordt ook voor de jeugdigen wat georganiseerd. Er komen ook miniatuur stoom
treintjes die waarschijnlijk door de Willemstraat en Valkenbergpark gaan rijden. En er komt ook een modelspoorbaan van taferelen van vroeger, van het station van vroeger. Het is alweer het vierde station van Breda. Maar daar kan je, ja, heb ik me laten vertellen. Ja? Dus ik hoop dat ik het goed zeg. Maar dat, dat zijn allemaal even mini tentoonstellingen die gerelateerd zijn aan het spoor. Het is ook een vervoersevenement. Er zullen waarschijnlijk ook oude bussen heen en weer gaan rijden. En de bedoeling is ook om een soort mini rondje Breda te gaan organiseren. En dat volgend jaar ook weer zo groot gaat worden, ja. Dat lijkt me niet. Maar er zal zeker een herinnering ter editie komen. Eenjarig bestaan of zo. Ja, ja, maar dat het doel van de stichting is ook om dat stukje spoor bereikbaar te houden. En het industrieel erfgoed van Breda weer levendig te houden. En ja, dus dit is dan in zijn soort het bakkertje, de enige stoomtram die nog echt rijdt. Die staat nu bij Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. En het is echt een museumstuk. En ik heb me laten vertellen dat het AA-status heeft, net als Rembrandt. Maar het is wel heel bijzonder. Maar er zijn natuurlijk meerdere stoomtrams. Ja. Machines die op dat traject kunnen rijden. Dus. Nou goed, als ik het zo hoor, dan valt er genoeg te beleven op 10 en 11 september en 8 september al. Wat is jullie website? Daar kunnen mensen terecht voor nog meer informatie. Ja, dat is www.welkomsport.nl. Okay. En daar komt het in de loop van de tijd het definitieve programma. Ja. Okay. Nou, we gaan kijken. Dankjewel. Dan gaan we nu even naar Palm Parkies, want Palm Parkies is bij een heel groot publiek in Breda toch al best wel bekend. Hoeveel locaties hebben jullie, Bas? Palm Parkies in Nederland bestaat uit 4 locaties. Mm-hmm. Zijn de Breda, Dordrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. We zijn ook actief in België, daar komen we ook vandaan. Ja, dat hoorde ik al een beetje. Daar ligt de bakermat van onze organisatie. Ja. En daar hebben we 14 steden en gemeenten. En in al die steden bieden we 7 gratis toegankelijke concerten aan. Zoals ook in Breda, op dinsdag. Want het is nog steeds gratis, hoe doen jullie dat? Ja, dat is een samenwerking tussen het gemeentebestuur, onze sponsors die een belangrijke financiële bijdrage doen. En al onze bezoekers, waar we bijna voor 70% van afhankelijk zijn. Dus de bestedingen van de bezoekers. Ja, ja. Ja. Nou heb ik toen straks heel even stiekem zitten kijken op jullie website. Ja. Zag ik nou dat er een nieuwe locatie bij was? Nee, dat heb je dan verkeerd gezien. Okay. Er is wel een locatie gestopt. We zijn dit jaar gestopt in Tilburg, helaas. Daar kregen we het puzzeltje niet meer rond. Met al die drivers, om het dan zo te zeggen. Mm-hmm. Dus daar stoppen we. Maar in de andere steden zijn we zeker weer terug te komen zomer. Nou, heel goed. Het is altijd in juli en augustus op dinsdag. Ja, in Breda op dinsdag, inderdaad. Ja. We beginnen op 12 juli en zo 7 weken op rij. Dus de laatste, moet ik even spieken, is 23 augustus. Nou. Klinkt goed. Kun jij ons vertellen welke artiesten wij kunnen verwachten? Ja, zo ongeveer. Niet puzzel... alles. De puzzel is in principe rond. We zijn nu eigenlijk de laatste hand aan die puzzel aan het leggen. Maar wat zit erin? Goed, er zit brede nostalgische naam, zoals Peter Koelewijn zit erin. Cookies and Cream zit erin. Daar hebben we altijd heel veel succes mee in Breda. Wipneus en Pim, dat herhalen we. Dat was vorig jaar heel erg goed. Dus dat laten we nog een keer opnieuw komen. Liptease komt op bezoek. Staat ook op de grotere festivals. We hebben ook Vlaams Talent, zoals onze organisatie ook verplicht is eigenlijk. Lady Lynn komt vanuit Vlaanderen overvliegen. Dus we hebben eigenlijk een heel gevarieerd. Een heel breed programma weer. Voor ieder wat wils. Okay. Iedereen zie je ook terug op Parkies, zeggen wij altijd. Ja. Leuk. Ja, steenarm, of hoe heet het? Oh, dat is echt. straatarm, steenrijk, piepjong, stokoud, iedereen. En alles ertussen. Ja, precies. Nou, noem jij ook eventjes jouw website dan? Palmparkies.nl, daar vind je eigenlijk vanaf nu het laatste nieuws terug. Palmparkies.nl.
Oké. Nou, dankjewel en wij gaan kijken. Graag gedaan. Dankjewel. We gaan verder met drie, ik mag wel zeggen, echt hele grote evenementen. We hebben Breda Future hier aan tafel zitten, de Singeloop en Breda Bars. Nou, daar beginnen we mee. Noël, stelt u zichzelf voor? Zeg maar je. Ja. Ik ben Noëlle Kuipers, 37 jaar, ondertussen 17 jaar betrokken bij Breda Bars. Oh. Op dit moment in de functie sinds een aantal jaren nu als festivalcoördinator. Oké. Hoe lang bestaat het al? Want het is al best een tijd, hè? Ja, ik heb alleen de eerste drie edities gemist. We hebben afgelopen jaar onze 20ste verjaardag gevierd. Zo. Ja. En volgens mij is Breda Bars ook echt goed gegroeid. Want tegenwoordig is het echt een omheind evenement. Vroeger was het zo toegankelijk volgens mij. Vrij toegankelijk is het nog steeds. Nee, maar ik bedoel zonder poorten of wat dan ook. Ja, dat klopt. Ja. We zijn 21 jaar geleden begonnen met één podium en ik schat zo'n 600 bezoekers. En ondertussen hebben we 4 podia en afgelopen jaar hadden we ruim 36.000 bezoekers. Wow. Ze zijn een paar keer over de kop. Ja, zeker. En hoeveel dagen is Breda Bars? 2 dagen. Twee dagen. Altijd het derde weekend van september. Oké. Ja. En Breda Bars heeft een zeer uiteenlopend aanbod van muziek. Klopt. We doen ons best om heel veel verschillende muziekstijlen neer te zetten. Om zo eigenlijk mensen goed de kans te geven kennis te maken met van allerlei nieuws. En daarnaast proberen we ook zowel regionaal en lokaal talent als gevestigde namen een plek te geven. Mm-hmm. En naast muziek doen we inderdaad theater, kinderactiviteiten, er is een festivalmarkt, catering, je kunt er lekker eten. Dus het is heel breed. Ja. Wat mij opviel op de website is dat jullie speciaal iets doen met oren. Met oren? Nou ja, om oren te beschermen. En ook voor de kleine luisteraartjes. Ja, dat klopt. Er kan nog wel eens wat geweld van zo'n podium afkomen. Ja. Dus inderdaad verkopen we op het terrein oordopjes en ook die gezellige grote kappen voor die kleine babytjes. Ja, ja, maar is het dan geen idee om muziek iets zachter te zetten? Zou je denken, hè? Ja. Nou, je merkt toch dat op het moment dat die muziek zachter gaat, dat het de mensen niet zo grijpt als wanneer je harder staat. En ook als je achteraan op zo'n veld staat, wil je toch graag wat meekrijgen. Dus we geven mensen de keuze. Maar de mensen die het hard willen hebben, die mogen gewoon lekker vooraan komen staan. Ja. Oké, nog één keer. Mensen moeten daar kaarten voor bestellen of kunnen gewoon naar binnen wandelen? Ja, het is gratis toegankelijk. Voorrondes waar we nu mee af gaan trappen op 10 juni zijn ook gratis toegankelijk. En waar is dat? In de MES. Oké. Ja, vrijdag 10 juni, volgens mij vanaf 7:30. Programmeren 8 bands die avond. Dus het is aardig aanpoten zo'n avondje. En de band strijden om een plek op het podium tijdens Breda Bars. Wat is jullie website? www.bredabarst.nl. Dankjewel. We gaan naar Christel van Breda Future. Klopt. Je hebt zelf een microfoon, dus ja. Dat praat wat makkelijker. Vertel eens iets over Breda Future. Breda Future is een internationaal tennistoernooi voor de profs met een ATP-WTA-ranking. We ontvangen gemiddeld zo'n 32 nationaliteiten. En we zijn voor het 9e jaar in de lucht. En gaat hartstikke goed. Ook hard gegroeid volgens mij. Ja, enorm. Ja. Ja. Want hoeveel bezoekers ontvangen jullie zo per jaar? Ja, dat is lastig. Want wij hebben ook gratis entree. Waardoor wij heel lastig meetmomenten hebben door de week. Maar je moet je voorstellen, op de finale dag dan hebben wij zo'n dikke 1200-1300 mensen op het park. Ja. Ja. Wat is nou eigenlijk een verschil tussen Breda Future en de echte hele grote toernooien, zoals Wimbledon bijvoorbeeld? Wimbledon is een ATP-toernooi. De spelers die daar spelen, ze hebben ooit Futures gespeeld. Dus je hebt Futures, Challengers en dan krijg je de grote ATP-toernooien. En je moet je voorstellen, wij hebben een hele leuke anekdote. Een paar jaar geleden kwam Dimitrov aanwandelen. Die moest zelfs nog kwalificaties spelen bij ons. Hij was niet goed genoeg om in het hoofdtoernooi meteen te spelen. En die wordt ondertussen de baby Federer genoemd. Staat 20, op de 20e plaats van de wereld. En zo zie je dat het heel hard kan gaan met profs die net aan het hun wereldranking aan het verbeteren zijn. Ja, nou leuk. Ja. Hey, zat jij net, toen de camera's nog uitstonden, zat jij ons te vertellen dat jij Richard Krajicek wel eens had geïnterviewd. Ja. Ja, kijk, de tenniswereld is natuurlijk vrij klein. We kennen iedereen in Nederland. En
We hebben omarmen ieder jaar een goed doel. We vinden het heel belangrijk. We zijn 9 dagen in de lucht. We organiseren ook allerlei side-events. En één onderdeel daarvan is een goed doel. En we hebben een aantal jaren geleden het Richard Krajicek Foundation de kans gegeven om zoveel mogelijk fondsen te werven. En nou ja, naar aanleiding daarvan heb ik hem geïnterviewd ooit. En hoe ging dat? Ja, hij is heel professioneel. Ja, dat merk je wel. Gewend om te praten voor elkaar. Ja, en hij is natuurlijk ook een collega van mij. Hij is toernooidirecteur van ABN AMRO. Het grote indoor tennistoernooi in februari in Rotterdam. Dus een heel mooi voorbeeld voor ons. Hè? Qua uitstraling, organisatie. Wanneer vindt het altijd plaats? In welk deel van het jaar? Altijd week 26. En dat is dit jaar van grofweg 18 tot 26 juni. Op het park van BLTV aan de Ruitersboslaan. Iedereen van harte welkom. Ook als je niet van tennis houdt. We hebben een kids day, een ladies day. Als je niet van tennis houdt, wat heb je daar dan te zoeken? Ja, nou ja, sowieso de gezelligheid. We hebben een hele mooie tent met een cateraar waar je iets kunt drinken en eten. En we hebben allerlei netwerkontvangsten staan. We hebben een vrijdagmiddagborrel. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Ja, joh, hou maar op, want ik ga nog uren te veel om op te noemen. Ja. Nog even jullie website ook, Christel? Ja, dat is www.bredafuture.nl. Oké, nou, ook Christel, dankjewel. Dan gaan we naar de Singeloop. Bart, stel jezelf even helemaal voor. Ja, ik ben Bart van Egeraad van de Singeloop. Sinds de eerste editie betrokken bij de Singeloop. 1986? 1985. Als parcourspost op de Havenmarkt stond ik toen in een tochtig gat met mijn vlaggetje de lopers tegen te houden. Sinds 2000 zit ik in het bestuur van de Singeloop en ben ik ook de wedstrijdleider. Oké. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig? Want daar komt wel ontzettend veel bij kijken. Want volgens mij is de Singeloop wel een beetje het grootste evenement in Breda. Buiten jazz misschien. Maar buiten de jazz. Ik denk dat wij het grootste eendaagse evenement zijn. Mm-hmm. Met bijna afgelopen jaar 17.500 deelnemers. En naar schatting 80.000 mensen publiek. Dus wij zijn wel de grootste van Breda, denk ik, op dat gebied. En we zijn een jaar bezig met de voorbereiding. Dus het is altijd op de eerste zondag van oktober. In november hebben wij een grote evaluatie. December is even radiostilte. In januari gaan we met de evaluatie aan de slag. En, dus we zijn al meer dan al in juni. Dus we zitten alweer in de operationele fase voor een hoop ideeën. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie daaraan? Wij zitten met 10 mensen in het bestuur, allemaal vrijwilligers. En inmiddels hebben wij de luxe dat we professionals aan kunnen sturen. Dus bijvoorbeeld de verkeersafzettingen, de verkeersregelaars, daar huren wij professionele partijen voor in. Ja, want er komt een hoop bij kijken. En net als bij zo'n evenement als Breda Future, daar lopen natuurlijk een hoop sportieve mensen mee. Maar er lopen ook heel veel mensen in de stad die vooral niet sportief komen naar de Singeloop. Nee, want dat maakt het evenement wel leuk. Ze hebben waarschijnlijk niks met lopen of vinden het wel leuk om te kijken naar de toppers. Maar de gezelligheid die er is in de binnenstad, dat trekt ook een hoop mensen. We hebben meer dan 30 bands langs het parcours staan. We hebben een DJ op de grote markt, we hebben videoschermen. Dus mensen die niet meelopen worden toch uitstekend vermaakt. Ja, en het is natuurlijk ook heel leuk om je moeder en je tante en je neefje en je nichtje en de buurvrouw en weet ik veel wie allemaal aan te kondigen. Lijkt mij ook. Ja. Zeker als je of aan te kondigen. Aan te moedigen. En zeker, iedereen heeft ook een startnummer met zijn naam erop. Dus soms verwisselt men wel eens van startnummer. Dan krijg je wat rare namen naar mensen geslingerd. Maar het is leuk dat iedereen gewoon een persoonlijke aanmoediging krijgt door die naam op het startnummer. En nou zijn er eigenlijk bijna altijd Kenianen die winnen. Er zijn bijna altijd Keniaanen winnen of Ethiopiërs komen de laatste tijd weer op. Ja. Waar zit hem dat toch in, dat die mensen dat zo... Ja, waarschijnlijk is het een combinatie van enerzijds dat het in de genen zit, zeg maar. Mm-hmm. En anderzijds dat ook de omstandigheden daar beter zijn dan hier in Nederland. Het warme weer helpt gewoon enorm om goed te trainen. Oké. Ja. Dus wij zullen nooit als Nederlander de absolute top daarin gaan halen. Nee. Maar goed, het is een hartstikke leuk evenement. En ik hoop dat we er nog heel lang van kunnen genieten. Ook jij, noem even de website. Dat is bredasingeloop.nl. Oké. Ook nu weer twee heel bekende evenementen en één wat jonger evenement, namelijk Spullen en Smullen. Paul, stel je even voor. Nou, mijn naam is Paul Niepiers en ik organiseer een aantal evenementen in deze stad. Uh-huh. En ben vorig jaar begonnen met een nieuw initiatief en dat heet Spullen en Smullen. Ja. Dat is een lifestylemarkt. We noemen nu, omdat we wat meer Nederlands georiënteerd zijn dan Engels, noemen we het Markt voor Levensgenieters.
En daar vind je leuke rijdende restaurantjes en vooral veel mobiele winkeltjes. Hè? Mensen die allerlei spulletjes verkopen. Mm-hmm. Gemene delen van het evenement is dat alles wat er staat te maken heeft met aandacht. Dus het moet vanuit bewust, duurzaam, biologisch, maar ook hip en happening. Om het maar eventjes in goed Nederlands uit te drukken. Ja. Dat evenement is vorig jaar begonnen met een klein podiumpje. Inmiddels hebben we daar een complete line-up op de dagen dat we het organiseren. En waar vindt het plaats? In het Chassépark, achter Breda's Museum, de Mesh en Hotel de Keizer. Oké. Dus vanuit de Vier Windenstraat en vanuit de Keizerstraat achterlangs doorsteken. En je komt eigenlijk op een nog best wel stukje onontdekt Breda. En ook tegelijkertijd ook een heel mooi stukje onontdekt Breda, zeg maar. En mensen weten dat wel een beetje te vinden? Inmiddels, ja. Ja, ja? Zeker. Ja? Het is groeiende. Hè? Mm. Dus het ligt ook even aan het weer. Hè? Is het goed weer, dan is het uiteraard drukker dan wanneer het minder goed weer is. Dus per slotverrekening gewoon primair natuurlijk een markt. Ja. Maar de mensen gaan het zeker vinden. En als je ziet hoe het zich online beweegt en hoe de media het oppikken, dan denk ik dat ik daar heel erg blij mee mag zijn. En het doel is om, vorig jaar hebben we dan het fundament gezet. En voor dit jaar willen we gewoon verder bouwen. Yeah. En willen er ook, aandacht aan gaan besteden op het gebied van sport, wetenschap, kunst en cultuur. Nou, met name voor kinderen wat ook. Wat moet je daar dan bij voorstellen? Nou, een klein tipje van de sluier is bijvoorbeeld, we hebben een samenwerking dit jaar met Go Kids en Happy Hippo. En samen met Go Kids willen wij ten faveur van Happy Hippo, dat is een goed doel. Hè, kinderen die het wat minder breed hebben, die kunnen dan toch een leuke vakantie vieren. Willen wij allerlei animatie en kinderanimatieactiviteiten doen die wij kosteloos aanbieden en waar we eigenlijk altijd de sponsor aan vastkoppelen. En de tweede editie, dat kan ik nog niet helemaal zeggen waar het over gaat, maar dat wordt echt wetenschap. Oké, dus iedere keer een ander thema. Ja, iedere keer is het een ander thema. En ja. De tweede editie gaan we voor wetenschap. En dat gaan we doen met een club uit Eindhoven. Die komen overgevlogen, zeg maar. En dat kun je een beetje vergelijken met Nemo in Amsterdam. En dus heel laagdrempelig voor kinderen op een beetje nutty professorachtige manier toch wat experimentjes voorschotelen. Mm-hmm. En dat soort dingetjes. Dus we zitten niet primair te zoeken naar ballonnenclowntjes en schminkjuffen. Maar we willen eigenlijk net even iets meer bieden. En iets met wat meer dynamiek, denk ik. En ook met meer diepgang. Oké. Okay. Waar kunnen mensen vinden wanneer het plaatsvindt? Want het heeft meer edities. Ja, nou op dit moment hebben we natuurlijk een URL, een website. Die heet www.spullenensmullen.nl. Die verwijst naar onze uitermate actieve Facebookpagina. En daar staan alle data op? Daar staan alle data op. We doen het in beginsel nu 3-4 keer per jaar. En het doel is om uit te groeien tot 6 keer per jaar. Ik dank u. Dan gaan we nu naar Kees Verdaasdonk. En Kees Verdaasdonk is van onder andere de braderie in het Ginneken. En eigenlijk ook de kerstmarkt, denk ik, in het Ginneken. Ja, Stichting Bruis in het Ginneken ben ik voorzitter van. En die organiseren inderdaad de braderie in het Ginneken en de kerstmarkt in het Ginneken. De braderie is altijd in het laatste weekend van de zomervakantie. En de kerstmarkt die is al 2 weken voor kerstmis. Ja, nou, de braderie bestaat al 100 jaar onderhand. Nee, bijna de helft. 48 keer gaan we nu de braderie organiseren. Ja. En wij groeien een beetje naar een groter cultureel evenement. Dat willen we ook. Mm-hmm. Het wordt steeds meer uitgebreid. Ook alle initiatieven die niet rechtstreeks van ons komen, maar van externe partijen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de plein air die door Lilian Joost worden georganiseerd. We hebben ook een kunstroute die door een extra partij wordt georganiseerd. En we hebben natuurlijk ook allerlei grote stichtingen die inspringen. Zoals bijvoorbeeld Bouvigne is open, Staatsbosbeheer doet initiatieven. Maar centraal staat natuurlijk het Ginneken zelf, waar wij gewoon activiteiten in organiseren. Ja. Hè, zo doen wij heel veel kinderactiviteiten in het Valkrustpark. Ja, want dat is volgens mij ook wel goed aan het groeien de laatste jaren. Ja, dat willen we ook. Kijk, het Ginneken is toch, daar staat gewoon uitgaan en een feest, staat gewoon heel erg centraal. En als je echt een goed inhoudelijk programma voor kinderen wil bieden, dan zoek je naar een mooie plek waar dat rustig kan en waar alle aandacht voor de kinderen is. Dus daarbij hebben we gekozen voor het Valkrustpark voor de kindervoorstellingen. Ja. Nou, nog ook voor jou eventjes, noem de website even. Facebook? Ja, www.bruisendginneken.nl. Oké, okay, ja. Nou, dank je wel.
Dankjewel, Kees. Nou, graag gedaan. Nou, het Stripfestival Breda. Ja. Dat is toch ook al heel lang actief volgens mij. Heel lang bestaat het Stripfestival in Breda. Was vroeger in het Turfschip? Ja. Totdat het Turfschip verdween. Ja. En toen is het een beetje gaan rondzwerven. En wij hebben 8 jaar geleden de stoute schoen aangetrokken. Zijn toen eerst begonnen in het Recketcentrum aan de Terheidenseweg. Uh-huh. En na 2 fantastische edities daar hadden we toch zoiets van, ja, we willen nog dichter bij de stad. Dus toen zijn we naar het CC-theater gegaan. Is dat ook omdat je dan gegroeid bent ook? Of? Meer omdat je een stukje gezelligheid wil kweken. En dat werkt veel beter in zo'n mooi theater als het Chassé dan in een sporthal. Ja, dat is ook zo. Nou heb ik ook op jullie website zitten kijken. En daar zag ik een foto van 2, laat ik zeggen, bijzonder uitgedoste types. Ja. Nou, dat is een heel mooi verschijnsel. Dat noemen we cosplay. Dat mm-hmm. betekent dat mensen in hun favoriete stripfiguur of filmcharacter, gamecharacter, naar het festival komen. En van ons krijgen die mensen ook gratis toegang. Dus je krijgt de meest waanzinnige outfits te zien. Dat is geen rare mensen? Nee, valt ontzettend mee. Je ziet tegenwoordig ook in Nederland Comic-Cons verschijnen. Het was een laatste eentje in Utrecht. En daar liepen 15.000 mensen in hun kostuums rond. Dus dat was fantastisch om te zien. Yeah. Ik zag ook op de website dat er ieder jaar een algemeen figuur wordt gekozen. En dat is dit jaar Lucky Luke omdat hij 70 is geworden. En omdat hij zijn sigaretje heeft verruild voor een, wat was het? Een strohalm. Ja, dat hebben we op die manier even gebracht. Zo, die sigaret moest eruit. Nou, waarschijnlijk heeft dat hem gered en is hij 70 geworden. Maar hij ziet er nog steeds heel jong uit hoor. Ja. Ja. Niks veranderd hè? Nee, helemaal niet. Nee. Oh, noem nog even die website. Ja, dat is stripfestivalbreda.nl. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel allemaal. En ik zou zeggen, zet hem op. Maak er weer een mooi evenement van. En we komen graag kijken.